We hebben eens even jullie gemiddelde salaris opgevraagd. Als je even kijkt in het staatje van succes, daar staan jullie. En dat is helemaal niet slecht als je vergelijkt met dakloze krantverkopers. Herintredende huisvrouwen, de gemiddelde loonslaaf en de gemiddelde ZZP'er. Dus je doet het helemaal niet slecht. Maar laten we ook eens even het hele plaatje bekijken. En dan ziet het er toch ineens heel anders uit. Je laat zien dat je dominant bent, dat je een sterke mannetje bent. Dus als je zo laat zien, heb je gewoon grotere kans op voortplanting. Ik weet niet hoeveel kans je precies maakt op voortplanting als je zo doet, Leon, maar vrees het ergste. Als vrouwen aan mannen een vervelend klusje opdragen, dan doen die mannen dat gewoon niet. En dan vraag ik, waarom doen ze dat eigenlijk niet? En is dat omdat hun oren het geluid gewoon nog niet opvangen? Hun hersens de stem van de vrouw verwarren met muziek? Hun hersens de stem van de vrouw verwarren met het geluid van de kip. Ze zijn alle drie nogal beledigend eigenlijk, maar er is er één waar. Als een man in een dure auto rijdt, vinden vrouwen hem knapper dan wanneer diezelfde man in een goedkoop autootje rijdt. Is dat waar of is dat niet waar? All rise, please. Er zit daar één meneer die hoopt dat het niet zo is. Oh, die moet nu staan. Conclusie, de gemiddelde werknemer bij een gemiddeld bedrijf spendeert 124% van zijn werktijd aan vergaderen. Uit onderzoek blijkt dat de rondvraag de bloeddruk van de aanwezigen verhoogt met 18%, het stresshormoon cortisol met 42% en de gedachte aan zinloze brute moorden met 58%. En dat is allemaal de schuld van de rondvrager. De rondvrager is iemand die de hele vergadering eigenlijk niet ziet of hoort, maar die aan het einde van een toch al uitgelopen vergadering tijdens de rondvraag zijn kans grijpt om de vergadering noodeloos te verlengen met onderwerpen als wie er verantwoordelijk is voor het legen van het lekbakje van het koffiezetapparaat, de dikte van de plakjes ham in de kantine en wat er eigenlijk terechtgekomen is van zijn ideeën in de ideeënbus. Rondvragers hebben een gemiddelde penislengte van 3 centimeter, gemeten tijdens een erectie die ze overigens uitsluitend hebben tijdens de rondvraag.